Goedemorgen en welkom bij Vlogmas dag 28. Het is vandaag donderdag. En oh my god, hoe snel gaat mijn vakantie? Ik vind het gewoon niet leuk. Ik vind het echt niet leuk. Het mag veel, veel trager gaan. Even een flesje water pakken. Het is vandaag the morning after. En de keuken is echt in heel goede staat. Ik heb gewoon twee afwasjes moeten draaien. En ik ga er straks even mijn zeepje over. De wasbak en zo uitkruisen. En dan is het weer alsof er niks gebeurd was. Ik ben alleen even de living goed aan het doorluchten. En gezien dat je nog een klein beetje ruikt dat we gegrild hebben gisteren. Dat is natuurlijk onoverkomelijk. Dus ik heb hier het raam een beetje opengezet. Ik heb wel het luik half toegelaten, want ik wil ook niet dat het hier echt mega koud wordt. En vooraan heb ik ook nog een raam opengezet. Maar ik denk als ik dat hier een uurtje doe, dat het hier dan wel gewoon weer frissig gaat ruiken. Dus yay for that. Oké, het is eigenlijk ondertussen al 5:15. Ik heb eigenlijk heel de dag ben ik mijn camera een beetje kwijt geweest. Ik heb een video gefilmd, video bewerkt, vlog bewerkt, staat online. En ik heb allemaal hapjes voorbereid, want er komen een paar collega's eten en we gaan hapjesavond doen. Dus ik heb een soort bessensausje gemaakt voor bij een gebakken camembert. Die gaat straks de oven in. Ik heb hummus met selder en wortelen. En dan ga ik dan een paar pita broodjes bij roosteren en die dan in stukjes snijden. Ik ga toastjes maken met boursin. Ik heb dan brood voor bij de camembert. En dan heb ik in de vriezer van alles zitten. Ik ben eigenlijk gewoon een paar kant-en-klare dingen gaan halen. Ik heb van die worstjes gekocht. Een soort gratin met broccoli en aardappel. Kaasballetjes en leukbrood. Dat zit daaronder. Dus ik denk dat we daar wel meer dan genoeg mee gaan hebben. Maar gewoon lekker hapjes, lekker gezellig. En die gaan hier, ik denk, binnen 10 minuutjes zijn of zo. Iedereen is weer weg. Of zo, ze zijn alle twee weer weg. En het was echt mega gezellig. Ik denk dat ondertussen, hoe laat zal het zijn? Geen idee. Ik denk 10:15, 10:30, zoiets. Ik heb ondertussen een beetje opgeruimd. Maar het was echt super gezellig. En ze hadden echt het liefste cadeautje meegebracht. En ik heb gisteren trouwens ook heel lieve cadeautjes gekregen van mijn vriendinnen. Dat was echt heel fijn. Totaal niet nodig eigenlijk. Maar iedereen heeft heel lief voor mijn pakjes meegebracht. Dus daar ben ik wel een beetje door vertederd. Ze hebben deze meegebracht. Echt een super mooie, zeg maar, kaarshouder. Met een kaars erin. Maar echt, het past perfect op onze tafel. Ze hadden er naar schijnt heel de middag over nagedacht. En dan hebben ze deze ook meegebracht. Super mooi. Ik denk ook wel dat die heel goed gaan staan. Eens het hier helemaal geschilderd is. Ik moet nog even nadenken over waar ik ze precies ga zetten. Maar ook met de kaarsjes erbij. En dan heb ik daar ook nog heel lief een mooi grijs dekentje van gekregen. Ze hadden alle drie een cadeautje, of samengelegd voor een cadeautje. Want ze vonden dat deze perfect zou passen op dit stoeltje. Dus dan zal ik die daar maar ook gelijk op neerleggen. Ze zijn echt heel origineel geweest vanavond. En ze hebben eigenlijk een pakketje samengesteld voor onze toekomstige kittens. En ze hebben ook iets meegebracht voor Chip. Want ze vonden het soms oneerlijk dat hij werd uitgelaten. Dus ze hadden het ingepakt in twee pakjes. En als eerste voor de Chip hier. Oeh, het is langer dan ik dacht. Een superleuk speeltje met allemaal flapjes eraan. Dus ik denk wel dat hij dat heel leuk gaat vinden. De hond is natuurlijk niet zo heel groot. Maar ik denk doordat er zo van die kleine flapjes en dingen aanhangen, dat hij het wel heel leuk gaat vinden. En dan hier ook zo een beetringachtig. Plush friend, of hoe heet het? Friends. Dus daar gaat hij heel blij mee zijn. En dan ook een dentastiek zakje. Zo, die ga ik netjes hier houden voor als Chip hier is. En dan voor de kiddies. Aangezien, ja, Chip heeft natuurlijk wel al van alles. Maar voor onze kiddies starten we helemaal van nul. Ze hadden een heel pakketje samengesteld. Echt super leuk. Als eerste een party mix van Felix Snacks. Een maxi pack. En allemaal super leuke speeltjes. En ze hebben ook een beetje gekeken naar wat dat natuurlijk is en zo. Dus hier eerst een natural cat toy met catnip. Met kattenkruid. En staat al een Britse kort haar op de verpakking. Alsof het gewoon meant to be is. Dat is een heel soort leuk stofje dat ze leuk vinden naar het schijnt met pluimpjes. En dan deze is naar het schijnt ook iets heel speciaal. Ook iets met een soort kruid of zo dat katten heel fijn vinden. Even kijken. Organic
Catnip Natural Feathers No Mess. Dus ik weet niet of dit uiteindelijk dan opgelikt wordt of zo, maar geen idee. Maar het is al sinds een balletje met aan twee kanten veertjes. En dan deze, kijk. The Grumpy Cat. Only dogs chase their tail. Fluffy Cat. Cat toy van Grumpy Cat. En er zit een klein balletje in. En super grappig, want ik was op Zooplus al een beetje aan het kijken van wat we zouden kunnen kopen voor onze katjes. En ik had deze echt letterlijk in mijn mandje gedaan. Dus dat was echt super toevallig, dus van de Grumpy Cat. En dan deze, echt super schattig. Zo twee van die wollen balletjes. Echt zo tekenfilmachtig speelgoedje. Dat zien katjes toch altijd in tekenfilms mee spelen. En dan een set met allerlei verschillende balletjes. Iets met fluff. En gewoon plastic. En met belletjes en met dingetjes. En dan als laatste nog een hele stok. Zeg maar zo'n stokje waar ze kunnen, waar we zelf mee kunnen mee spelen. Ook met een soort vlindertje eraan. Met pluimpjes. Dus echt, oh, zo leuk. Ik ben echt zo verwend de laatste dagen. Echt zo lief aan iedereen. Hallo daar. Het is vandaag Vlogmas dag 29. Het is vrijdag en eigenlijk ondertussen al 5 uur 's avonds. Ik ben vanmorgen met mijn meisje naar de bioscoop gegaan. Zeg maar als activiteit voor haar in de kerstvakantie. Want zij heeft een kerstvakantie, zij is 11 jaar. Dus ik ben met haar naar de bioscoop gegaan, naar dat nieuwe K3-film. Dat vond ze helemaal fantastisch. Dus dat heb ik vanmorgen gedaan. We zijn naar de ochtendvoorstellingen gegaan waar ik werk. Dus ik was tegen 1:30 weer thuis, denk ik. Dus dat was echt perfect in orde. En vanavond ga ik met mijn moeder naar het Sportpaleis. Want we gaan namelijk naar Harry Potter in concert. En zo is het een of andere rare tekenfilm te kijken daar achter mij. Geen idee wat dat is. Ze komt eerst een bordje spaghetti, bolognese eten. Dat is een beetje our thing. En dan gaan we daarna naar het Sportpaleis, naar Harry Potter in concert. Ik heb nog nooit zoiets gedaan, dus ik ben mega benieuwd naar wat het gaat zijn. Ik zag dat op de website van het Sportpaleis en ik dacht, daar gaan we naartoe. Harry Potter vind ik echt zoiets zo een gezellig eindejaarsdingetje. Echt zo redelijk kerstig ook of zo. Ja, gewoon dat het koud is en gezellig. En we zijn beide ook heel grote Harry Potter fans. We zijn ook naar de exposition naar de tentoonstelling geweest hier in Brussel als die er was. Dus nee, dit was wel echt right up our alley. Oké, omgekleed. Ik heb iets anders aangetrokken. Even nog een leuk blouseje. Let's go to Harry Potter. J.K. Rowling's Wizarding World is an extraordinary place to visit, and the Harry Potter films include such an array of memorable moments and characters and so much magic. We fully expect you to respond to everything you see and hear tonight. So please cheer out loud for your favorite characters, laugh and sneer at memorable moments on the screen, and feel free to be moved to tears by John Williams' brilliant score performed by your very own amazing orchestra and choir. Thank you.
Het is 11 uur en we zijn op de parking op zoek naar de auto. Dat wordt toch een opdracht. Maar het was echt zo leuk. En je beseft eigenlijk totaal niet als je gewoon een film kijkt wat een heel orkest en muziekstuk daar eigenlijk achter zit. En dat was echt zalig om te zien. Dus ze liet eigenlijk gewoon de film zien op een groot scherm. En daarbij een heel orkest en een koor dat begeleiden. Dus dat was echt wel dik de moeite.